Deze nieuwsuitzending, die wordt informatief. Misschien dat je deze nieuwsuitzending moet luisteren voordat je slapen gaat. Of een middagdutje doen. Of je staat af te wassen en je denkt, ja, al dat gerinkel van die borden. Ik laat Perry Winkel, Rinkel de Kinkel, maar eventjes slap ouwe hoeren. Ik ga het hebben over homo's. Ik heb geen enkel probleem met homo's. Ik ben heel erg taalcorrect. Niet dat andere mensen dat zeggen, want andere mensen zeggen tegen mij, jij bent zo moeilijk te begrijpen. Nou zeg, maar dat komt, jij kent niet alleen Nederlands, maar je kan ook Engels en je weet van peut-être. Je kan ook wat dialecten meelullen. En je weet ook van Grieks en van Latijn. En je hebt je Bijbel gelezen. Ja, nee, maar nu gaat hij te hard hoor. Ja, dat snap ik ook wel. Iedereen is nou school. Tegenwoordig als je naar school gaat, dan krijg je wiskundeles. Ik weet dat zelf. Mijn kind is onder mijn auspiciën, met mijn neus erbovenop, naar school geweest. En ze zei van, pap, ik heb een 6 voor wiskunde. Ik zei, ja, waar ging dat over? Waren geen 8? Nou, zei ze, ik wist niet hoeveel 1000 gedeeld door 7 was. En toen dacht ik, fok, dat is geen wiskunde, dat is rekenen. Hè? Ja, zo wordt iedereen steeds dommer. Mijn dochter is er heilig van overtuigd dat zij wiskundeles heeft gekregen. En beseft totaal niet dat ze dat van mij heeft gehad. En niet van die homo's. Kijk, homo op zijn Brabants, dat is een scheldwoord. Staat gelijk aan, hey klootzak. Hey homo, wil je nog een biertje? Kijk, je noemde mensen niet per se homo. Mijn moeder ga ik niet zeggen van, hey homo, schiet eens op met die tomatensoep. Want ik ken mijn moeder. Maar ik was in de kroeg en ik dacht van, ja, kom op. Je moet er wel wat kunnen zeggen. En als je niet weet hoe het woord homo gebruikt wordt in het Brabants, ja, ga vooral kijken naar New Kids of zo. New Kids Turbo en New Kids Nitro. Maar vooral die eerste is zo leuk. En wat betekent homo? Waar komt het vandaan? Uit het Spaans? Nee, fout. Probeer het nog een keer. Oh, homo komt uit het Fins. Nee, fout. Probeer het nog een keer. Oh, dan komt homo uit het Latijn. Nee, dat is fout. Nog een keer. Oh, dan komt homo uit het Brabants. Nee. Nee. Dat is niet waar. Het woord homo, dat bestaat. Het bewijs van het bestaan van het woord homo. Dat is Grieks, by the way. Nou, en Grieks, daarvan weten wij allemaal toch dat Socrates 399 jaar voor onze jaartelling de lul was. Toen nam die dolle kervel. Dus het woord homo, dat komt uit het Grieks. Dat bestaat dus al 2400 jaar. Langer waarschijnlijk. En Grieks is niet eens zo lelijk hoor. Dat is een mooie taal. En onze taal, het Nederlands, het zit hartstikke vol met Griekse termen. Wij kennen het woord homogeen.
En dat betekent dat het één is. In het Frans heb je het woord uomo, dacht ik. Of is het Spaans? Dat betekent mens. Homo is zo goed als mens. En je kan ook zeggen tegen je vriend, dan kom je binnen, je bent 10 minuten te laat. Hij is waarschijnlijk al chagrijnig. En dan zeg je dus, hey mens, zullen we het op een suiker zetten? En het eerste rondje is van mij. Kijk, dat is een goede binnenkomer. En dan is zo'n man of vrouw of whatever gelijk ontdooid. Dus dan zeg je, hey homo, zuip u. Met homo, daar is helemaal niks mis mee. Je hebt die studie van die zogenaamde evolutionisten. En die zeggen, ja, we hebben gekeken naar de botten. Botafdrukken, ja, whatever, maar was. En we hebben een heel idee over de ontwikkeling van de klojo's. De homo's. En dan hebben ze het over Homo erectus. En dat was de aap die als eerste overeind stond. Niet gelijk gaan lachen van, oh, dat is een mens met een stijve clitoris. Nee, daar gaat het niet om. Erectus betekent opstaan. To erect is oprichten. Dus een Homo erectus die richt zichzelf op. En als je wil weten wat ik bedoel, dan moet je kijken naar Breaking Bad. Met die baas van Los Pollos. Die kippentent. En niet dat er kippen leefden. Die lagen in de frituur. Ja, maar Perry, voordat ik Breaking Bad heb uitgekeken, dat zijn zoveel afleveringen, daar heb ik geen tijd voor. Ja. Nou, dan doe je maar fast forward, totdat je die bruine man tegenkomt. Die moordenaar, die ongelooflijk goede acteur, ontzettend goed gecast. Oh, wat een goede regie was Breaking Bad. Dat is genieten. En lekker gaat al die tijd voorbij. Maar dan kijk je die jaar en die meneer heet met een F en een I. Frisk of Frink. Je hebt hem zo. Het is die baas van Los Pollos. En dat is een Homo erectus. Die staat rechtop, jongen. Wauw. Niet dat hoofdje zo omlaag. Van, oh, ik ben al bijna oud. Nee, ben jij gek. Recht overeind staan. En recht vooruit kijken. Dat is de Homo erectus. Dan heb je ook nog Homo economicus. De zuinigheid is dat. Ons benzunig. De Homo economicus. En je hebt de Homo sapiens sapiens. Ja, in het evolutiesdarwinistische gebeuren gedacht. Je hebt een zak moleculen. En die is in staat tot nadenken. Dus een sapiens betekent nadenken. Het vermogen tot nadenken. En dan Homo sapiens. Nee, Homo sapiens sapiens. Een homo met vermogen tot nadenken. Die het bewezen ook heeft gedaan. Homo sapiens sapiens. Ja, dus, dat is oud-Grieks. Ik denk niet dat je momenteel naar Griekenland kan gaan, naar Patmos of Lesbos. En zeggen, hey, homo sapiens. Want dat begrijpen ze je niet. Oud-Grieks. En ik was in de bar, hier in Café de Wacht, hier in Arnhem. Iedereen moet er een keer naartoe. Echt, het is een hartstikke leuke tent. En daar werkt een wat kleinere man. En die heeft van die wallen onder zijn ogen. Maar ja, wat maakt dat uit? Niet dodelijk of zo. En een ontzettend goede barkeeper. Ja, en ik, omdat ik
als ik naar de kroeg kom, wil ik graag drinken. En ik wil niet de hele tijd in de rij staan voor de bestelling. Terwijl de barvrouw aan het ouwe hoeren is met de buurvrouw. Van, oh, maar vertel eens even meer. Hoe gaat het dan met je kind dan op school? En dan sta je maar te wachten. Dan denk je, Jezus. Ja, kom op. Ja. En hij niet hoor. Ik hoef maar te... Notch, notch, wink, wink. En dan zegt hij, hetzelfde? Dan denk ik, ja, graag. Ik betaal nu iets meer. En dan geef ik hem 20 cent extra. Als beloning. Dus ik dacht een prima relatie te hebben met hem. Nooit geen gezeur hoor. Ja, totdat ik een keer tegen iemand zei aan de bar. Niet eens tegen hem. Nou, hij gebruikte het woord homo. Hé, homo, zit niet zo te zeuren. Nou heb ik opgevangen uit het roddelcircuit dat hij seks heeft gehad met mannen. En dat hij ook alleen maar seks wilde met mannen. Zoiets. Ik weet er geen details van. Voor mij zijn dat slaapkamergeheimen. En wat moet ik ervan weten? Maar als ik van iemand zou horen van ja, wat hij af en toe doet, is hij heeft een appelboor gekocht bij de IKEA. Het was heel goedkoop. Maar dan extra breed. En heeft hij een gat gemaakt in een aardappel. En dan doet hij die aardappel over zijn slappe penis heen. En dan wordt hij helemaal... En dan gaat hij die aardappel... Ja, dat wil ik allemaal niet weten. Ik heb er niks mee te maken. En hij dacht dat ik het woord sodomiet gebruikte. Maar dat is een heel ander woord. Ja. Ja, maar Perry, sodomiet, hoe speel je dat? Nou, precies zoals je het zegt. Op zijn Nederlands dan, hè? Sodomiet. Met een T op het einde. Van Theodor. Maar niet van Dirk. Dat ga ik toch niet zeggen. Ik heb er niet gezegd. Hey, sodomiet, wil je nou wat drinken? Nee, natuurlijk niet. Ik zei, hey, homo. Alles kids achter de rits. En die barkeeper die werd kwaad, jongen. Ik vroeg aan hem, van, heb je liever dat ik wegga? Ja, zei hij. Ik heb liefst dat je oprot. Dat je opsodomietert. Nou, oké, dan ga ik maar weg. De nachtwinkel is ook nog open. Dus, ga ik thuis wel kijken naar een stomme Netflix film. In plaats van jouw gezicht. Ja? Ik vind het een hele aardige jongen. Er is dan verder geen probleem mee. Als hij er niet tegen kan, ja, dan ga ik maar weg. Ja. Het woord sodomiet, dat komt uit de Bijbel. En het is het Oude Testament. En het gaat over twee steden. En de ene stad heette Sodom. Of Sodom. En die andere stad heette Gomorra. Nou, daar hebben we in het Nederlands het woord overgehouden van sodomiet. Een sodomite. Dus een inwoner van Sodom. En je hebt het gemor. En dat geklaag. Wat iedereen ook zo graag doet, hè. Ja, het is allemaal zo vervelend. Ik weet niet op deze manier of ik er wel mee door wil gaan. Want ik vind wel dat er iets moet gebeuren voordat ik in actie kom. Ik wil eventjes morren. Ja, dat is gemorren. Ja, want die sodomieten, die neuken alleen maar. Ja, ga je daarover klagen? Die twee steden die zijn met de grond gelijk gemaakt. Door God. En dat waren de engelen. Die tegen God zeiden van, dat kan je niet maken. Jawel, zei God. Oh, dat is allemaal, je maakt het kapot. En die engelen die zeiden tegen God. Ja, maar wat nou als daar een rechtvaardig mens woont? Dan kan je wel lekker jouw oud-testamentelische atoombom op gaan werpen. Met je fire and brimstone. Dus vuur en zwavel. Maar wat nou als daar een rechtvaardig mens tussen zat?
Ja, die zat er dus. Hè? En die engelen, die hebben dat die rechtvaardige mens en zijn familie en zijn dochters weggeleid en gezegd: opschieten, 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 opschieten. En toen is Lot aan de dood ontsnapt. Zo heette die Lot op zijn Engels Fate. F-A-T-E. Dus op een dag, die engelen die waren Sodom ingetrokken om te kijken of er, ja, van hallo, dit wordt zo dadelijk gesloopt. En wie is er rechtvaardig? En de meute van Sodom, die kwamen bij Lot aan de deur en zeiden tegen Lot van: jij hebt twee ontzettend lekkere dochters. Die willen wij neuken. Kom op met die kinderen. En toen heeft Lot zoveel gezegd als: je kan mijn rug op. Maar die sodomieten, die werden boos, jongen. Jij egoïst, jij hebt hele lekkere dochters met ongelooflijk intelligente tieten. En trouwens, die billen van jullie, van jouw dochter, ja, van jullie, van jou en je vrouw. Maar die billen vinden we ook wel tof. En dus kom op. Voor wat, hoort wat. En nu gaan we neuken met jouw dochters. Dat staat in de Bijbel. Dat was Sodom. En dan kan je alles doen. Dan kan je ook je penis stoppen in de anus van een vrouw of van een man. En wat maakt het uit? Het gaat je toch om de seks? Een dag niet geleefd is een dag niet geneukt. Of andersom. En ik zal nooit iemand uitmaken voor een sodomiet. Ik kijk wel linker uit. Ik doe er niet aan mee. Dat is wat anders. Seks met... Ik heb mijn eigen kind verwekt met een vrouw. En die was 10 jaar jonger dan ik. Had ik nooit moeten doen. En misschien had dat niks te maken met dat leeftijdsverschil. Ik vind het wel een beetje lastig, hoor. Leeftijdsverschil. Dan ken je dat liedje van die en die. Dat iemand je aankijkt en zegt van: nee, waar heb je het over? Ja, liever heb je een vrouw die liedjes wel allemaal kent. Dat is ook zoiets van mij. Ik doe alleen maar seks met vrouwen. En zelfs gemasseerd worden door een man vind ik al helemaal niks. Laat staan voetenmassage. Maar ik vind seks ook niet zo belangrijk. Dus om kinderen te krijgen, meer niet. Dansen, dat doe ik met vrouwen en ook met mannen. Dat maakt me niet uit. Als je maar kan dansen, naar het liedje luistert. En dat ik kan zien hoe de muziek klinkt. Uit de bewegingen die jouw lichaam maakt. Dan voel ik mij op een feest. Maakt mij het uit dat het een man is of een bejaarde. Of een kind van 8. Die hele kleintjes kunnen nog niet dansen. En trouwens, met een kind van 8 moet je dat ook niet doen. Want die hebben nog van die gevoelige oortjes. Moet je mee wachten. Als je 16 bent, dan kan je ermee gaan dansen. Denk ik. Ik vind seks niet zo interessant, eigenlijk. En er zijn mensen in mijn omgeving, en die hangen hun leven eraan op, of zo. Ja, dat zijn sodomieten.
Ja, denk goed aan dat boek in het Oude Testament, hè. Ja, ik ben geen sodomiet. Ik ben van Gomorra. Ik zit altijd te zeuren. Yes. Ja, die twee steden die zijn omlaag gehaald en met de grond gelijkgebracht. God is het er niet mee eens. Je mag best neuken voor de gein. Waarom niet? En dat doe je dan met een vaste partner. Dan kan je dat heel goed gaan oefenen. En jouw vaste partner, dat is ook iemand die jij goed kent. Dat je weet wat zijn goede kanten zijn. Of haar goede kanten. Daar mag je helemaal... En monogaam natuurlijk. En God is ook zo'n leuker dat hij dat begrip geslachtsziekte heeft uitgevonden. En het werkt als een tierenleer. Want ik kan het weten. Ik heb sodomitische seks gehad. Dat was een vriendin van mijn zus. Die had zoiets van, nou kom op. Ik kom bij je langs en jij stopt je penis in mijn vagina. Oké. Ja, toen had ik genitale wratten. Een vingerwijzing van God of zo? Het gaat aan alle kanten fout met die sodomieter. Je moet niet zomaar in de rondte gaan lopen neuken. Want ik heb het gedaan. Nou, niet met heel veel vrouwen, maar wel met haar. Ze kwam uit Groningen. Het was een heerlijk ding. Blond was ze. En ze heette niet Debbie, maar wel een naam die daar op lijkt. Nee, dat was leuk zeg. En jeuken, jongen. En het ziet er niet uit, hè. Dus mijn hele penis, die zat onder de... Ja, echt. Die zat wat lijkt op die vulkaan. Van Vesuvius. Allemaal vulkaantjes op mijn penis. En dan kan je zeggen van... Ja, dat is extra leuk voor je vrouw. Want dan heb je net een soort van ribbelcondoom. Ja, behalve dat het jeukt als de ziekte... En al die genitale wratten die zijn weggebrand met vloeibare stikstof. Ze weggekoeld, moet je eigenlijk zeggen. Maar het voelt alsof het brand is. Hè? En in die tijd had ik van die mooie pakken. Zo'n outfit en dat kostte bij elkaar 2000 gulden. En dat doe je 1 à 2 jaar mee. Dus ik liet die de hele boel zakken. En dan die man zou... Dat was het tijdens mijn lunchpauze of zo. En dan moest ik naar de huidarts. En die zei, ja, dat brand ik wel even weg. En toen had hij ook ontdekt... Want hij zei tegen mij, kan je even bukken? En toen zei hij, oh, hier zitten ze ook. Dus die genitale vratten. Die zaten ook bij mijn anus. Zo de knetter. Wat een ecosysteem was dat, zeg. En ik heel beleefd zo bukken. En die man zo met zo'n staaf. Die doet me eerst in zo'n thermoskan. En dan lekker koud. En dan... Heeft hij mijn anus schoongebrand. Ja. Ja, dat is het gevolg van sodomie. Ik had beter moeten weten. Ik had tegen Debbie, we noemen haar even Debbie. Ik had er niet mee moeten neuken. Punt. Hey, sodomie, dat wordt helemaal niks. Nooit wat geweest. Seks is voor het huwelijk.
Snap je de grap? Het huwelijk is de seks. Zo. En je mag dansen met een ander en eten koken voor een ander. Want echt goed eten koken, dat is ook een vorm van seks. Echt goed kan, man. Dan span je je een beetje in. Oh. Echt goed. Maar seks echt met je piemel met je vagina. Jij bent een soort muts en je gaat met je muts ga je op de een of andere stampapparaat zitten van een andere kerel. Maar die heeft vorige week heeft hij Marietje gedaan en daarvoor heeft hij Gerda gedaan. Ja, wat voor smaken zitten er nu aan zijn penis? Er wordt hem nooit wat. En het woord homo, we gaan afronden, maar het woord homo stelt niks voor. Het betekent één, meer niet. Homogeen of die andere. Divers, maar dat is denk ik Latijn. Meer, nou, dus homo is eenvoudig. Eén. Dus homo is één. En dat woord stelt niks voor. En sodomie is levensgevaarlijk. Gevaarlijker dan roken, denk ik. Ik heb er een vernietigd leven van. En de moeder van mijn kind, dat is een sodomiet. En ik heb tegen haar gezegd, niet in zoveel woorden, maar wel duidelijk gemaakt, van ja, ik heb niks met sodomieten. Daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. En zij zei tegen mij, ha 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 ha, maar ik heb hier de beste kaarten in handen. En als jij niet doet wat ik zeg, dan zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. Dus ja, ik moest wel woef woef. In de zin van, oh, ik ben je hond. En wat heeft die sodomiet nu? Ja, ze heeft mijn woning. Een tiet geld heeft ze gekregen. Zij ziet mijn kind elke dag. En van mijn kind mag ik niks lelijks zeggen over. Over haar. Nee, natuurlijk niet. Ik begrijp het wel. Die sodomieten, daar gaat helemaal nergens over. Homo's, ja. Die mag ik wel. Mensen die hun taal beheersen. En dat die barkeeper van mij de tent uitstuurde. Ja, waar komt het vandaan? Ik heb nog een andere man. Met hem zat ik te zuipen samen met mijn vriend Wim Kruidentuin. Dus ik precies weet waar ik het over heb. In de Ardennen. Ja, je weet het wel. Het oosten van België. En dan goed zuipen, hè? Met je jenever erbij. Dat kost daar geen drol, trouwens. En hij, die homoseksuele man die het alleen maar met mannen deed. En die zat te huilen. En die, ja, ik had liever kinderen gehad. Ja. Dan had je je penis in een ander gat moeten stoppen. Ja, maar ik dacht met die film van Arnold Schwarzenegger. Volgens mij, ik stop hem gewoon in de bips van een man. En dan krijg ik ook een kind.
Ja, daar had hij gewoon zichzelf deerlijk in vergist. Maar dat is mijn probleem niet. En gaan we nou zitten huilen? Jakkes. Wat dacht je dan? Ik spreek die man verder niet meer. Ik spreek zijn vriend nog wel. En die zegt van nou, maar die, wat is een die vriend van hem is een oudere man. Een begenadigd muzikant. Hij kan goed piano spelen en goed lesgeven. Ja. En dan die jongere vriend tegen mij van ja, ik neuk een oudere homo. Nee, hij neukt een oudere sodomiet. Geen homo. Ja, ik weet niet of ik daarmee door moet gaan. Ja, ga er weg. Nee, hartstikke bedankt voor het luisteren hoor. Omdat ik het verschil goed begrepen heb. Tussen homo en sodomiet. Dus tegen jullie mannen, als je echt graag een kind wil, ja, ga op zoek naar een vrouw die kan koken. Regel 1. Als een vrouw niet kan koken, ja, hou er maar mee op. Ze moet ook kunnen afwassen. Stofzuigen. Een beetje tuinonderhoud. Dat zijn zo'n beetje de basisdingen waar je op moet letten. Als een vrouw niet kan koken, niet kan afwassen, geen tuinonderhoud kan. Ze kan ook niet de ramen lappen. Ja, hou er maar mee op. Dumpen die bitch. Maar je zoekt een vrouw die die taken kan. Bewezen kan. Je hebt er met je neus bovenop gestaan dat ze stond te afwassen. En dan niet de helft van de afwas. En dan de rest is voor morgenochtend. Want dan kan jij op zoek gaan naar het ontbijtbestek. En waar stond dat ook alweer? Ja, die vrouw heb je helemaal niks aan. Maar heb je een vrouw die kan afwassen. De ramen kan lappen. Kastjes kan uitruimen. En dan de binnenkant schoonmaken. Stel je hebt er eentje gevonden. Trouw zijn. En heeft zo'n vrouw een puist? Ja, dat kan. Niet zo erg. Niet wat telt. Wat telt is dat ze kan koken. Kan afwassen. En wat nog meer? Ramen lappen, stofzuigen, kastjes uitnemen. Toilet schoonmaken. Dat moeten vrouwen ook kunnen. Doucheputjes schoonmaken. Ook op letter. Dus als je een vrouw hebt die weigert om het doucheputje schoon te maken, want het stinkt zo, dumpen die bitch. Oh, wegwezen naar mij. Heb je er toch niks aan. Dan sta je zelf straks alles te doen. En zij neuken met iedereen. Hè? Ik weet precies hoe dat werkt in het land der sodomieten. Je krijgt er geen kinderen van. Al die kinderen die jij verwekt in het land van Sodom en Gomorra, die worden omgebracht met vuur en zwavel. Fire and brimstone. Hey, dank jullie wel voor het luisteren naar deze mooie uitzending over homo's in de goede zin van het woord. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.